Welkom bij Langs de Zijlijn, de wekelijkse voetbalpodcast vanuit Gent, waarbij we de wekelijkse voetbalactualiteit gaan bespreken. Ik ben hier vandaag met Xander, Nuno en Cammy. Welkom mannen, hoe was jullie weekend? Ja, goed. Rustig. Savatjes. Veel voetbal gekeken? Ja, toch wel. Ja, mijn de hoofdrol Anderlecht, hè. Ja, tuurlijk. Ja, daar gaan we het ook vandaag voornamelijk over hebben. We zullen meteen beginnen met Club Brugge Anderlecht. En dan weer natuurlijk een jammerlijk feit dat er is gebeurd. Het voorval van racisme aan de kant van Company. Een drietal spelers die aan het opwarmen waren en ook een staflid. Ik zou eigenlijk eens willen beginnen met gewoon om de beurt jullie mening daarover te horen. Camille, misschien kan jij beginnen? Ja, ik denk dat we daar niet om de pot over moeten draaien. Racisme, dat kan niet door de beugel. Ik denk dat iedereen dat hier wel weet. Maar zeker in het geval van Company. Ik denk dat er vaak te lezen valt van, maar is het wel waar? Ik heb het niet gehoord, dit, dat. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg. Ik denk niet dat Company daarover zou liegen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat Company, een persoon met zoveel aanzien, zeker een match gelijk spelen op Club Brugge, dat is geen schande voor Anderlecht. Hè? Zeker nu gezien hun historiek de voorbije jaren. Dus ik kan me niet voorstellen dat Company daarover zou liegen. En als er effectief, waar ik ook vanuit ga, racistische dingen gebeurd zijn, dan denk ik dat dat keihard bestraft moet worden. Ja, sowieso. Deel jij dezelfde mening, Nuno? Ja, ik denk dat het beter zou zijn. Dus Romelu Lukaku had daar een foto geplaatst op zijn Instagram. En hij had het er ook over van dat de Pro League meer actie zou moeten ondernemen. En ik deel die mening dan ook eigenlijk wel. Je zou die personen in principe moeten op kunnen sporen wie die personen waren en die dan persoonlijk kunnen straffen. Want ja, gelijk dat Camille zegt, kan niet echt door de beugel. Ja, ik heb dus de Pro League en Voetbal Vlaanderen. De Pro League is voor enkel de profclubs, dus uit 1A en 1B. En Voetbal Vlaanderen is voor de jeugd en de amateurclubs. En bij Voetbal Vlaanderen zijn er duidelijk een anti-racismecel bijvoorbeeld. Echt zo zaken die tegen racisme zijn, maar de Pro League heeft dat bijvoorbeeld niet. Niet? Nee, vinden jullie... Ja, logisch misschien. Ja, tuurlijk moet er iets komen om... Ik vind dat mega schandalig. Ja. Dat bestaat niet? Nee, dat bestaat niet. Alleen Voetbal Vlaanderen, maar die houden zich niet bezig met die profclubs. En het ding is ook, het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt in Belgisch voetbal. Dus dat is inderdaad gewoon zot dat we dat niet hebben. Dit seizoen zijn er bij de Pro League 114 klachten gekomen tegen racisme. Maar waarschijnlijk de helft heeft nog niet eens een klacht ingediend, of van de helft weten we niet. Dat is toch wel veel. Wat vind jij ervan, Xander? Ja, ik vind dat supporters echt te veel mogen in stadions. Ja. Ik vind dat er veel meer regels moeten komen om ervoor te zorgen dat ze daar sneller voor bestraft kunnen worden. En ook, dat hoort niet thuis op een voetbalveld. Je komt daar naartoe voor plezier te maken en niet om een andere ploeg zwaar te maken, zogezegd. Er zitten kinderen in een stadion, hè? Ja. Kinderen die dat overnemen, die dat meekrijgen. En sowieso, de racisme hoort niet thuis in de stadion, niet op straat, nergens. Dus het feit dat Vincent zo net gezegd heeft dat voor de Pro League dat er niet zoiets bestaat als een instantie die tegen racisme of alleszins zo dat verwerkt, dat vind ik heel schandalig. Ja, ik verschoot daar ook van. Ik had het gisteren gehoord tijdens de afspraak op Canvas. Wauw. Ja, ik verschoot daar ook heel van. Maar dat met kinderen dat je daar zegt, dat ze... Toch heel belangrijk, want ik denk dat dat ook al van jongs af aan begint, zoiets. Je moet maar eens naar een jeugdmatch gaan kijken en dan moet je eens horen wat ouders allemaal roepen. Ja. Niet alleen naar de tegenstander, maar ook naar de scheidsrechter toe. Ja. Die kinderen pikken dat op. Ja. En is dat iets van... Ja, iets dat ze van jongs af aan misschien meekrijgen? Is dat dan een foute opvoeding, eigenlijk? Maar ik had daarnet nog een artikel gelezen van dat 10-jarige jongens een middelvinger en zo opstaken. Ja, voilà. Voetbalwedstrijden, ja. Maar denk je dan die weten wat die doen? Als die bijvoorbeeld dingen overnemen dan de ruiters roepen of zo over grote broer in het voetbalstadion, zouden die weten wat die aan het roepen zijn? Dat vraag ik me dan ook af. Ik denk dat wat Vincent zegt daarnet, foute opvoeding, ik denk dat niet. Ik denk dat dat eerder is. Ouders hebben nog steeds een voorbeeldfunctie. En als ouders zich niet kunnen gedragen langs de zijlijn, dan denk ik dat die kinderen ervan uitgaan, dit is oké, en dit kan ik ook doen, ik kan mij dit permitteren. En eigenlijk begint het daar al, denk ik.
persoonlijk. En ja. Je leest dan ook overal van, ja, het zijn maar enkelingen. Vinden jullie dat het maar enkelingen zijn? Of? Ja, tuurlijk. Ik denk niet dat je een heel publiek daarvan kunt beschuldigen. Nee, maar die enkelingen worden dan wel uitvergroot. Dus dan lijkt het of dat zo heel het publiek het doet. Maar dat is ook vooral hoe dat in de media komt. Als in, ja, als je bijvoorbeeld als kop hebt, clubsupporters roepen racistische dingen. Ja, clubsupporters is alweer vrij algemeen. Mm-hmm. Maar ik weet het niet. Ja, misschien dat ze daar in de media wel anders hadden mee kunnen omgaan. Maar het zijn ook gewoon die enkelingen die... Allez, als het al enkelingen zijn, zoals... Allez, ik denk dat iedereen daar weer al over eens is, dat het inderdaad enkelingen zijn, maar die moeten nog steeds aangepakt worden. Als in, sowieso, lijkt mij. In België zijn de straffen daartegen niet streng genoeg, volgens jullie ook? Nee, sowieso niet. Ja, nee, het zou gelijk in de Premier League moeten zijn in principe. Hè. Die mensen krijgen echt een zware boete en zo, heb ik gehoord. Soms tot levenslang stadionverbod en ook een boete waar ze nog 10 jaar voor moeten werken. Ja, in principe zou dat echt zoiets moeten zijn. Club Brugge, niet om meteen Club Brugge aan te vallen, maar kwam dat met een statement van ja, wij hebben de meeste stadionverboden uitgedeeld. En dan zeiden ze onlangs nog iemand, hebben iemand een stadionverbod gegeven van 5 jaar. Maar dat is niet zo trots op te zijn. Nee, daar niks voor. Ja, nee. En ook na 5 jaar komt die persoon dan gewoon terug. En dan is het weer om zeep. En ik denk ook niet dat die persoon dan ineens zich anders gaat gedragen. Maar toch niet altijd. Ik denk niet dat dat zoveel indruk gaat gemaakt hebben. Dus ja, ze zouden wel zwaarder moeten straffen eigenlijk. Ja, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ja. En dan sommigen die zelfs ook... Vincent Kompany niet eens geloofde, maar waarom zou hij daarover liegen? Nee, inderdaad, ja. Correct. Hij was echt emotioneel aangedaan, dat zag je. Maar hij komt ook er meteen mee na de match, dus dan weet je ook dat... Ja, daar was ook nog kritiek opgekomen van dat hij toch niet direct na de match is gekomen. Want het interview met de coaches is echt een half uur na afluiten. Mm-hmm. Ik heb gelezen dat hij na de match naar binnen is gegaan, dat hij daar een overleg heeft gehad met het mediateam. En dat ze daar besloten hebben van, na getuigenissen van spelers, stafleden, dat ze daar hebben besloten van, oké, we gaan in de pers vertellen wat er verteld moet worden. En nadien, ja, ik kan mij voorstellen dat als er zoiets gebeurt, dat je als Kompany zijnde ook gewoon niet meer geïnteresseerd bent in wat er tijdens de wedstrijd zich heeft afgespeeld, als je dat dan hoort. Dus tijdens de match is hij echt zodanig bezig met die match, dat hij... Zou het sterker zijn als hij echt tijdens de match iets had ondernomen? Ik denk ook dat Kompany wel... ik denk dat hij wel een... sterke huid heeft, een olifantenvel. Ik denk dat hij wel al veel heeft moeten verdragen en dat hij daar minder mee bezig is. Maar ik denk, als je naar binnen komt in de kleedkamer en je hoort zo jongens van 19, 18, die er ook maar gewoon zijn om te shotten, als je die getuigenissen dan hoort, dat je dan wel zoiets hebt van, oké, dit kan niet, hier kom ik mee naar buiten. En ik denk dat je dat ook zag aan de manier waarop dat hij de pers te woord stond een half uur na de wedstrijd. Dat was echt emotie, vond ik. Ja, dat vond ik ook. Het zou gaan om dan Amuzu, Ajimero en El Hadji aan het opwarmen waren. En dan één staflid ook. Ja. Dat zijn inderdaad jongens van 21 jaar. Ja. El Hadji 19 à 20 jaar. Maar ja, eigenlijk maakt niet uit hoe jong of oud je bent. Ja, nee, zoiets kan gewoon niet in deze samenleving. Ja. Ik denk dat we het daar gewoon over eens zijn. Zeker. Ja. Ik vind echt dat er... Ik vond het statement van Club Brugge dat ze van plan zijn om die personen op te sporen... Tot daaraan toe, uiteraard, lijkt mij logisch. Maar ik zou toch nog graag iets anders, nog een sterker statement of zo. Ik kan niet direct op iets komen, maar... Vanuit Club Brugge zelf dan? Ja. Goh, bijvoorbeeld zo'n antiracismecampagne of zoiets. Ja, Maar dat lijkt het dat we nu weer puur op Club Brugge aan het uiteraard. Nee. Maar het is nu omdat het daar is voorgevallen en omdat het daar in die matches... Maar ja, uiteraard, ja. Ik denk dat er op veel tribunes veel te gortig gepraat valt. En ja. Overal door, denk ik. Dit voorval kan wel iets in gang zetten om het uiteindelijk beter te kunnen doen. Het is gewoon, zoals dat we daarnet al gezegd hebben, veel te lang, veel te veel toegelaten in het stadion. En dat heeft een heel negatieve impact op voetbal. Want het is en blijft wel nog steeds een heel mooie sport. En die randzaken die zouden echt totaal overbodig moeten zijn. En die supporters moeten er wel zijn, hè, voor het voetbal. Ja. Morgen is er een nieuw overlegcomité en ik had gelezen dat er weer was voorgesteld om het publiek niet meer toe te laten. Mm-hmm. Zou dit daar een invloed op kunnen hebben? En de gebeurtenissen van de afgelopen weken? Ja.
dat ze misschien denken, oké, even het publiek buiten laten. Ik weet niet of dat, dat direct daardoor zou zijn. Het zal misschien wel meegespeeld hebben als in, het zal misschien doorslaggevend of zo geweest zijn uiteindelijk, maar ik zou niet durven zeggen dat daarop gebaseerd is. Maar misschien is het ook echt wel even een goede zaak dat er dan supporters bij te houden wordt. Ja, want het is toch echt opvallend dit seizoen hoeveel zaken er gebeuren die echt niet door de beugel kunnen. Ja, zou dat dan te maken kunnen hebben met het feit dat ze de vorige periode... Dat denken veel mensen, dat er frustraties zijn. Denkt jij dat ook, Sander? Ja, ik denk het wel. Want ze mochten zo lang niet naar een stadion. Ze denken van, we mogen terug. Mm-hmm. En dan, alles mag weer, zo gezegd. En dan overdrijven ze in wat ze doen. En dan... Maar je schiet jezelf op die manier gewoon keihard in de voet, hè? Tuurlijk. Als supporter, ja. En dat is ook jammer, want er zijn ook, er zijn ook keiveel supporters die daar gewoon zitten en daar gewoon zijn voor de match. En, maar als je ziet, ja, die gebeurtenissen op met Standaard, Antwerp, nu dit met Brugge. Inderdaad, ik kan me wel voorstellen als politiek zijnde dat je dan zoiets hebt van... Ik denk dat dat wel in je achterhoofd meespeelt. Ja, het is elke week iets nieuws, precies. Ja. Zijn het niet de supporters, dan zijn het soms eens de spelers. Ja, ja. Die worden dan misschien opgejuicht door de supporters, waardoor het... Ja, allemaal wel een beetje samenkomt, denk ik. Maar ik vind ook, gelijk als je bijvoorbeeld nu kijkt naar 3 jaar geleden of zoiets, dan had je inderdaad niet zoveel incidenten als nu. En ook, en dat gaat dan niet alleen over racisme en zo, maar bijvoorbeeld Bengaals vuur en vuurwerk op het veld gooien en zo. Oké, okay, ja, dat gebeurde af en toe. Maar nu zie je dat echt gewoon praktisch elke week. Maar ik vind het raar. De enige verklaring zou dan voor mij kunnen zijn dat er die frustratie is van corona, maar... Voor de rest is dat toch gek, eigenlijk. Maar het is ook niet alleen in België, hè? Nee. Tot een paar weken geleden was ook Frankrijk... De helft van de wedstrijd in Frankrijk met supporters. Ja, een wedstrijd van Marseille, dat is zeker. Een Lyon-Marseille, denk ik. Ja, ja. Ik denk ook iets... Ik ben het niet 100% zeker. Ik denk iets met Saint-Étienne. Ja, Saint-Étienne. Ja. Ja. Dat had ik ook gezien. Ja, het is toch heel opvallend dit seizoen. Inderdaad, niet alleen in België, maar dan in de Premier League en in de Bundesliga zien we dat dan weer veel minder. Hè. Omdat de straffen daar veel hoger zijn. Ja. Zo Bengaals vuur dan, vinden jullie dan dat dat echt verboden moet worden? Of als dat op een respectvolle manier kan gebruikt worden, dat dat er wel een beetje bij hoort? Maar, ik vind het hoort er deels bij, als in het creëert wel sfeer en zo, maar het is ook niet het meest veilige. Ik weet niet of dat jullie dat filmpje gezien hebben van die Beerschot-supporter, of die Antwerp-supporter, die dat vuurwerk dan in het publiek gooit. Ja, om het nu even gewoon cru te zeggen, het altijd een zot in het stadion hebben zitten, stel dat hij het dan afpakt en zo dingen doet, ja, dan vind ik nu niet dat je dan nog moogt. Dat is ook gewoon echt onverantwoord dan. Maar zo bijvoorbeeld rookbommen of zo... Om eerlijk te zijn, vind ik dat wel altijd leuk om te zien, bijvoorbeeld. Dat creëert wel een bepaalde sfeer en spanning eigenlijk ook. Dus. Ja, ook gewoon, het ziet er goed uit, hè. Op zo'n foto's. Het ziet er echt cool uit, inderdaad. Ja, dus. Als je zo kijkt naar foto's van de sfeer in Liverpool of Zenit, heeft dat ook heel hard in Rusland. Maar ja, zoals altijd die randzaken, hè. Altijd. En dat maakt het zo lastig. Maar ja, het ding is ook... Ik denk nu ook wel niet dat per se nodig is voor sfeer. Maar het is wel een leuke toevoeging, soms. Ja, dat vind ik persoonlijk ook. Ja, je kunt echt gewoon een goede sfeer hebben zonder iets. Ja, tuurlijk. Het is jammer om het te verbieden, hè. Ergens. Maar langs de andere kant, ja. Maar als je dat dan bijvoorbeeld ziet bij Partizan en Rode Ster, hoe dat daar is. Dat ziet er mega cool uit, maar dat is toch echt gewoon niet veilig. Maar ook gewoon Standaard Beerschot, hè. Ja, zo de Standaard supporter die daar gewoon... Bij de Beerschot-supporters of was het omgekeerd? Nee, Beerschot tegen Antwerp, sorry. Een Beerschot-supporter die gewoon een Bengaals vuur, een supportersvak... Hij mist hem nog, hè. Allee, maar gelukkig... Ja, blijkbaar... Maar nee, als dat iemand raakt, dat is... Ja, dat is ik had gelezen dat 1500 graden is. Dus als dat u raakt, dan zijn er gewoon... Verdorie, man. Dat is meer dan een 30 graden brandwond. En misschien nog één iets om af te sluiten? Of wou jij nog iets zeggen, Xander? Nee. Ik wou gewoon nog jullie mening weten over het feit dat er bij sommige stadia geen uitsupporters toegelaten worden. Maar is het niet overal op dit moment? In België is het overal. Ja. Maar op Brugge hebben ze dat gevuld met thuissupporters, hè? Het uitvak. Het uitvak? Ja, dat vond ik dan wel weer zo... Allee. Ja. Want ik bedoel... Allee,
dat is nu niet altijd een voordeel dat je dan alleen je thuispubliek hebt of zo. Maar ik bedoel, dan pomp je echt wel heel het stadion vol. Ja. Zeker in een match tegen Anderlecht. Ja. Met mensen die eigenlijk je ploeg niet af kunnen. Ja, dan wordt heel de match compleet kapot gemaakt. Daar heb je niks van. Dus... Ja, wel slim gezien van Brugge. Ja, maar daar ben ik wel geen voorstander van. Zo, de uitvakken dan vullen met thuissupporters. Maar ja, kun je het ze kwalijk nemen? Nee, maar het zorgt ook voor sfeer, hè, weer. Ja. Maar, goh, ja... ik weet het niet. Het kan wel voor voordelen zorgen, denk ik, dan voor de thuisploeg. Ik denk wel dat het misschien logisch is dat ze nu de uitsupporters weren uit het voetbalstadion. Ja. Niet alleen omwille van de corona, die terug een beetje erger aan het worden is, maar ook, ik denk dat uitsupporters de thuissupporters toch wat kunnen opjutten en dat er daardoor misschien, zoals die beerschotgek die een vuurpijl in het vak van Antwerp gooit, goh. Ja, dat kan daarmee misschien wel vermeden worden. Ja. Maar langs de andere kant, goh. Het brengt wel sfeer, hè. Ja, dat is waar. De rivaliteit, dat moet dan niet per se... Er moet rivaliteit zijn in het voetbal, hè. Ja, dat is net iets moois. Ik was... ik denk dat 3 weken geleden was, de wedstrijd van Gent tegen Partizan. Iedereen de Partizan-supporters wel kent. En die waren er niet. Ik vond dat doodzonde. Ik vond dat heel jammer. Maar ja, langs de andere kant, het is geweerd omwille van corona op dat moment. En dat is ook het meest veilige, maar dat is wel jammer. Zeker als je zo... Zeker Partizan-supporters. Ja, zeker Partizan-supporters. Ja. Maar ja, ook reizen vanuit Partizan is ook... Maar ja, niet aan te raden. Europees snap ik het dan nog meer. Ja, ja. Met uiteraard. COVID. Uiteraard. Maar ja, het is... Ja, uit supporters, dat voegt inderdaad iets extra toe. Hè. Dat kan ook je eigen supporters opzwepen. Hè. Als je merkt dat ze wat stilvalt en dat uit supporters bezig zijn, dat is een wake-up call voor jezelf eigenlijk. Ja, als zij luider aan het zingen zijn, dan weet je dat je beter moet doen. Oké, en dan om af te sluiten had ik nog één iets en dan gaan we dit voorval achter ons laten. Zo anti-supportersliederen, die er misschien echt toch iets wat overgaan, vinden jullie dat kunnen? Zoals Anderlecht dan zingen, alle boeren zijn homo's. En Brugge-supporters, wie niet springt, is Sporting Jood. Ik denk dat wij niet de persoon zijn om dat te beslissen. Ik denk eerder de minderheidsgroepen tussen haakjes. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Dat zij daar de personen voor zijn om te zeggen of dat ze dat vinden kunnen of niet. Maar ik ga ervan uit dat het niet echt de bedoeling is dat je zoiets doet. Ja, ik heb het daar wel moeilijk mee. Ja? Ik vind dat wel lastig, ja. En waarom dan precies? Gewoon, ja. Dat voelt heel verkeerd. Zeker omdat we al de hele tijd bezig zijn over het sensibiliseren van supporters en hoe dat ze zich moeten gedragen. Om dat dan wel toe te laten, dat voelt een beetje... Wrang. Ja, het is niet oké, gewoon sowieso. Hè. Ja. Het is een groep uitschelden, altijd. Dus, maar ja. Ja, want vroeger zongen supporters bijna enkel maar liedjes over hun eigen ploeg, om hun eigen ploeg aan te moedigen. Maar nu gaat het meer naar... Ja, het is naar langzaam de rivaliteit naar die andere supporters toe, van de andere ploeg, naar de uitploeg. Het is toch een beetje aan het evolueren. Hè. Maar ik denk ook gewoon in de tijdsgeest, waarin dat we nu... Het is nu 2021... Ik denk dat we dat misschien toch wel moeten leren om achterwege te laten of zo. Nee? Ja, dat is waar. Maar ja, het is al zo lang in het voetbal. En je kunt het ook... Dit is iets moeilijk om te verbieden voor supporters. Je kunt niet zeggen van... We leggen een stadionverbod op aan iedereen die meezingt. Ja. Nee, dat is ook onmogelijk, hè. Dat kun je niet. Ja, ik ben benieuwd of ze de man gaan identificeren of de mensen... Ja. Ik hoop het. En dat die dan een heel zware straf krijgen. Hè. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn dat dat wel moet. Oké, dan gaan we over voetbal praten, eindelijk. Over de match zelf. Hebben jullie ze allemaal gezien, de match? Ja, maar niet volledig. Maar wel een groot stuk. En wat vonden jullie ervan? Het was een mooie match, hè. Het was oprecht een mooie match. Ja, ik vond het ook. Sterke wedstrijd. Als neutrale kijker moet dat toch een geweldige wedstrijd geweest zijn om naar te kijken. Wat ik dan wel vond, is... De kwaliteit lag niet zo super hoog, vond ik wel, bij alle tweede ploegen. Maar het ging wel het ging mooi gelijk op. Ja, dat vond ik ook. Kansen, dus. Want ik hoorde vaak Brugge-supporters zeggen, wij hadden hier absoluut moeten winnen, maar ik vond Anderlecht de tweede helft echt oprecht, echt goed. Ja. Gewoon goed. Ja. Maar ik vond dat heel chockerend om eerst te zien dat Anderlecht een compleet ander gezicht toont na de helft. Als Verscharen die eerste kans scoort, de eerste 10 minuten was Anderlecht outstanding. Dat was een andere match,
Ze waren ongelooflijk goed. Als Verscharen die kans scoort, is het inderdaad een andere match. En op die momenten zie je dan toch ook echt weer flitsen van wat Anderlecht kan worden nog. Hè? Als in 2 jaar geleden werd Anderlecht daarvoor uitgekakt met Trust the Process en zo. Maar als je dan uiteindelijk kijkt naar hoe dat we vooruit zijn gegaan als ploeg, zie je wel dat er een grote verbetering is. Hè? Ja, dat is waar. Company heeft altijd gezegd, trust the process. En daar is toch wel veel kritiek op gekomen, maar uiteindelijk heeft hij wel gelijk gehad. Oké, hij heeft wel een paar aanpassingen gedaan. Hij is iets wat afgestapt van zijn systeem. Ja. In het begin had hij die inverted backs nog. Nu, ja, Gomez, ja, die gaat er nu altijd over. Ja. Maar dat is ook de beste speler, vind ik. Mm-hmm. Ja. Die heeft de kwaliteiten om binnen een paar jaar terug naar een Europese topclub te gaan, vind ik. Denk, ja. Ik vind Gomez een van de betere spelers in onze competitie. Ik ook, oprecht persoonlijk. Ik merk ook dat Anderlecht zich wel kan opladen voor topmatchen. Bijvoorbeeld, deze match, ja. Company wou niet in een underdog-rol kruipen, maar echt gewoon vol gaan. Van wij gaan voor een overwinning. Ja, dat was al dat duidelijk vanaf het begin. Hè. De Anderlecht er echt vol voor wil gaan, maar dan... Na de goal van Club Brugge zakken ze toch weg. Hoe komt dat dan? Dat gebeurt vaker bij ons. Hè. Dat is, maar die goal veel snel ook. Hè. Ik heb het er ook met Jordi over gehad vanmorgen. Telkens als wij een doelpunt tegenkrijgen, dan hangen de kopjes gelijk altijd direct. En beginnen we zo zonder passie te spelen soms. Maar als wij dan de eerste ploeg zijn die een goal scoren, dan beginnen we veel te nonchalant te spelen. Het is altijd een van de twee. Dus... Heeft Anderlecht dan iemand nodig die opstaat op dat moment, als het wat minder gaat? Die zegt, kom aan, jongens. Een speler. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk, Een Refailov, zou die dan niet moeten kunnen doen? Of een... Dat gaat misschien verrassend klinken, maar een Delcroix of zoiets. Ja, die is nu terug aan het komen. Maar of gewoon... uiteraard kan het niet meer, maar Company, zet die op het veld op dat moment. En dat was een leider, hè. Het is zo'n persoon die dat je ploeg recht houdt. En dat is een figuur naast het veld ook. Gewoon. Ja, hij heeft een enorme persoonlijkheid. Je hoort hem ook echt wel altijd roepen. Hè. Ja. Dus... Ik denk dat dat wel motiverend werkt voor die jongens. Zeker om als door zo'n persoon getraind te worden en gemanaged te worden. Kijk daar naar op, hè. Ja. Naar Company. Je kunt er alleen maar respect voor hebben. Ja, Club had dan duidelijk de bovenhand na hun eerste goal. Ja. Ze zetten heel goed druk. Bij Anderlecht was er geen rust aan de bal en ze vonden de vrije man niet meer. Ja. Ze konden geen 4-5 passen naar elkaar geven. En dan in de rust wisselt hij Zirkzee en Verscharen, was het. Ja. Vonden jullie dat een goede zet? Zonder naar die tweede helft te kijken. Dat is toch verrassend. Op voorhand was dat toch verrassend? Ja, dat vond ik ook. Ik vond vooral het feit dat Amuzu erin kwam verrassend. Als in... Een Raman, die kan een hele match omkantelen. Hè. We hebben dat de vorige match ook gezien tegen STVV. Die kwam erin en dat waren ineens kansen alle volonté. Maar dan Amuzu, soms snap ik echt niet wat de Company daar nog in ziet. Want hij is snel, maar hij is niet zo efficiënt. Hij kan wel gevaar veroorzaken, maar inderdaad ontbreekt het... Hij moet het afwerken. Bij Amuzu vaak aan die laatste pas of aan de afwerking. Maar... Op Bruin heeft hij toch wel. Op Brugge heeft hij wel. Dat is toch een mooie goal. Wow, een goal. Duidelijk. Dus kan een speler daarin verbeteren? Doku, nog zo'n naam. Tuurlijk. Die dat misschien in het begin minder had, maar dan... dit seizoen speelt hij niet zo vaak door blessure. Maar vorig seizoen toch wel duidelijk verbeterd was in zijn laatste pas, in zijn afwerking. Ja, op 2K zag je dat ook, hè. Dat hij echt gegroeid was als speler, Doku. Ja, sowieso. Ja, op 2K, dat was... WK, EK. EK. op het EK, die match tegen Italië, dat was fenomenaal, hè, Doku. Maar zwart. Dat valde niet op, hè, dat dan een jonge gast maar was. Maar nee, dat was bijna... Dat werkte. Ja, die draagde heel dat team op dat moment. Dat was zot. Het is jammer dat hij nu zo vaak geblesseerd is, hè. Ja. Hopelijk. Ja, hij is nu wel toch minuten aan het maken, dus... Ja. Dus heeft hij dit seizoen minuten? Ja. Dit weekend minuten gemaakt? Dit weekend niet, maar sowieso... Ondanks. De laatste week heeft hij al... Anderlecht, ze hebben duidelijk hun stabiliteit gevonden. Ik denk dat Company al een aantal weken met hetzelfde elftal aan het spelen is. Daar kreeg hij vroeger ook heel veel kritiek op, dat hij elke week een andere ploeg in het veld zette. Kan Anderlecht dit seizoen, ze zitten nu nog in de Crockey Cup, ze hebben uitzicht op die Champions Playoffs, kunnen ze nog eens voor een trofee gaan of is dat nog te vroeg? Dat is te vroeg, hè.
Te vroeg? Het is grappig dat we over Champions Playoffs praten, terwijl we geen Champions League ticket gaan hebben. Ja, dat is... Maar nog niet. Het is pas 2023, hè, denk ik. Ja, ik denk volgend seizoen nog wel. Ja, nee, volgend seizoen nog wel. Ja, denken jullie oprecht dat Anderlecht bijvoorbeeld totaal geen kans op de beker maakt of zoiets? Maar ja, tuurlijk wel. Maar... Als in, ik denk dat dat totaal haalbaar is. Maar, allez, bedoel, dat is te vroeg om te zeggen. Voor hetzelfde leg je er morgen uit tegen, donderdag uit tegen Kortrijk. Ja, voor hetzelfde word je, als je al doorgaat, geloot tegen Brugge of tegen een Gent. Maar dan nog, wie zegt dan, er dat we dan geen kans Ze hebben maken? Zeker genoeg kwaliteit. Ik denk dat ook oprecht. Wel. Maar om zelfs mee te doen voor... Ja. Ja, de titel is misschien wat overdreven, maar ze hebben wel echt kwaliteiten, denk ik. Alles kan ook nog, hè. Sowieso. Allee, ik wil nu niet zot klinken of zo, maar in de play-offs heb je die puntenhalvering ook nog, hè, natuurlijk. Alles kan, hè. Stel dat wij op de plaats 3 staan, wat in principe niet zo zot is om te zeggen, want we staan maar op 2 punten van Antwerp. Dan staan wij er niet zo ver van, hoor, na een puntenhalvering. Nee, maar op dit moment staan we, denk ik, staat Anderlecht op, ik denk, 14 punten van Union. Nee. 14? Nee, Anderlecht heeft toch 34 of zo? Kan de stand er even bij halen? 35 en Union 46. 11 punten. Ja. Maar dan een halvering is... En dan, als je nog een puntje een bij krijgt... Maar het zijn maar 8... Het zijn maar 5, denk ik, zijn, of zo, dan, of 6 punten. Het zijn maar 6 wedstrijden, hè. Dus als mijn halvering... Als je er 2 wint tegen Union. Ja, dan moet, ja, maar dan mocht jij al de rest niet meer verliezen of gelijk spelen. Union ook niet. Union moet dan ook toch alles. Pas op, ik denk als je die Champions Playoffs ingaat met 8 punten achterstand op de eerste, dat heel lastig is om dan nog kampioen te spelen. Maar 8 punten na halvering. Dat kan niet. 8 punten na halvering, hè? Ja, ja. Als ja je dan, dan zal het wel lastig worden. Ja, tuurlijk. Ja, maar nu zijn het wel nog na de winterstop. Ja, tuurlijk. Er toch komen genoeg nog... matchen om die kloof te verkleinen. Ja, of te vergroten. Hè. Of te vergroten. En Jo heeft ook nog een aantal moeilijke wedstrijden. Dus. Ja, en het ding is ook, kunnen zij dat echt wel een heel seizoen doortrekken? Dat is de op vraag. Op dat niveau spelen. Want ik, om eerlijk te zijn, in het begin van het seizoen heb ik dat altijd gedacht. Van, die gaan dat toch geen heel seizoen volhouden. Maar dat zeggen we nu ook. Maar het blijft duren, hè. Ja, dat is waar. Ja, wel, maar ik ben ervan verwonderd. Allee, ik ben onder de indruk. Maar ik vraag me af of dat ze dat echt nog helemaal... heel het seizoen kunnen doen. Want... Union is op dit moment niet alleen de best aanvallende ploeg, maar ook gewoon de best verdedigende ploeg. Union is op dit moment gewoon de beste ploeg in België. Ja, straks gaan we zeker nog terugkomen op Union. Ik wou nog even terug naar Anderlecht Brugge. Mm-hmm. Ah nee, ik wou eerst iets anders vragen. Ik denk dat we het erover eens zijn dat Union, Brugge en Antwerp zeker al zeker zijn van een plaatsje in die top 4. En dan heb je Anderlecht... Of twijfel je nog over Union? Union, Brugge en wie? Antwerp. Antwerp ook nog niet zeker. Ik hoop toch op een andere ploeg. Ja, ik... Maar dan gaat het tussen Anderlecht, Gent... Vanaf... Mechelen en Charleroi ook nog erbij? Of gaan die afhaken? Charleroi wel. Charleroi en Mechelen niet meer. Mechelen weet ik. Mechelen wordt lastig ook, denk ik. Maar niet onmogelijk, hè. Ik bedoel, Mechelen... Op die Mechelen gaan spelen goed, hè. Op Mechelen op spelen Mechelen is rampzalig. Geen enkele ploeg doet dat graag. Maar ik denk vanaf Antwerp... dat nog niets gespeeld is voor die play-offs. Ik denk dat Gent op dit moment op 3 punten van Antwerp staat. Dus, allee. Maar die match zijn ook tegen niet Union. De makkelijkste matchen, hoor, dat Gent nog heeft. Je moet nog tegen Union, tegen inderdaad. Union. Tegen Club Brugge, tegen Antwerpen. Dat zijn... Maar Anderlecht ook komt voor... ook nog op bezoek. Ja, inderdaad. Inderdaad. En dat is niet meer het Anderlecht van de eerste speeldag, waar Union 3-1, denk ik, won. En, maar ook, om zelfs even terug te komen op die eerste speeldag, dat waren ook gewoon blunderdoelpunten allemaal, die van Union. Dat was, ik denk niet dat dat per se een groot kwaliteitsverschil was, die match. Maar dat was concentratie, denk ik, eerder. Maar het straffe bij Union is wel... Ja. Ze hebben eigenlijk exact de ploeg van in 1B behouden. Ja. Bijna exact de ploeg van in 1B. En nu staan ze gewoon op kop in 1A. Met 6 punten, 7 punten, 6 punten. Ja, echt al een... Heel veel. Een mooie kloof. En ik wist wel dat heel veel ploegen het lastig gingen hebben op Union of tegen Union, maar dat ze zo goed zouden zijn. Het ding is, aan Union, die hebben totaal niet veel kansen nodig om een match te winnen. Ik denk, die hebben heel veel matchen gespeeld, zoals dat Nuno nu zegt. Die eerste speeldag tegen Anderlecht, ik weet dat niet meer. Dat blunderdoelpunten waren, dus dat Union die overwinning gestolen heeft. Maar ze hebben vaak zo wedstrijden gespeeld. Hè. Net tegen Cercle, miraculeus teruggekomen. Op Gent een complete hold-up gehouden. 0-2 gewonnen, terwijl dat die wedstrijd eigenlijk 6-2, 5-2 had kunnen worden. Ze winnen matchen waar ze onder liggen. En dat maakt het zo goed. Maar zo word je kampioen. En het is ook wel
heel straf wat Mazu toch weer aan het doen is. Hè. Zot. Die had gisteren toch een trofee gekregen? Ja, de Raymond Goethals trofee voor beste trainer. Mm-hmm. Ja, verdiend, denk ik. Zeker. Dus ja. Zijn echte... Allee, die behandelt zijn spelers alsof dat zijn kinderen zijn. Zijn kindjes, hè. Ja. Ik heb dat ook wel gedacht. Ja, dus allee, dat verbaast mij wel niet. Maar ja, ik hebben ze in Genk Mazu te snel opgegeven? Dat is een goede vraag. Ik weet... Ja. Want het kan hij het goed, beter, hè? Met kleinere ploegen. Ja, ik denk dat ook. Ja. Dat hij het beter kan vanuit die underdog-rol. Mm-hmm. En dat zijn voetbal beter bestemd is voor kleinere ploegen. Ik denk dat je bij Genk ook de verplichting hebt om... Toen had om heel aanvallend en mooi voetbal te brengen. Wat dat je nu niet per se... Allee, ik denk dat niemand bij Union boos had geweest op Mazu als die achtste waren geworden. Hè? En, nee. gewoon een decent seizoen. Voor het seizoen zou achtste al een... Daar tekent je voor, hè? Ja. Voor de achtste plaats. Als inderdaad. Als je van 1B komt. Maar als je ziet wat die nu aan het doen zijn bij Union, ik vind dat heel mooi. Vinden jullie dat niet een beetje een schande voor de eerste klasse? Dat degene die promoveert al meteen op de eerste plaats. Ik vind dat juist mooi dat kan. Ja, dat wel. Misschien wel. Mooi dat kan, ja. Misschien is dat een kleine smet wel op het... Nee, maar als een... Ja, dat is ook een compleet nieuwe ploeg. Je hebt daar super lang niet tegen gespeeld. Dus ik denk ook dat het sowieso moeilijker is om je voor te bereiden voor een match tegen Union. Of tenminste nu een eerste match tegen Union. Dan bijvoorbeeld een match op KV Kortrijk of zoiets. Want je snapt niet hoe dan die spelen tot nu toe. Dus. Maar ja, maar... Allee, er zijn veel ploegen die elk jaar opnieuw een compleet andere selectie hebben. En een compleet andere... Maar Maar je kent die spelers wel. Als je weet dat een Amuzu vaak naar binnen gaat snijden en zo dingen. Dat, bij Union heb je er nooit tegen gespeeld. Maar, dat is... Nee, maar ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt. Want bijvoorbeeld ploegen zoals Kortrijk, zoals Sulte Waregem ook, die elk jaar opnieuw is dat een heel andere ploeg. Met andere spelers, ander soort voetbal nu niet per se. Maar, dus ik denk niet dat... dat het zo lastig zou moeten zijn om een match te spelen tegen een ploeg die u relatief onbekend is. Ik denk dat je altijd als voetbalclub zijnde van je eigen sterkte moet uitgaan. Maar ja... Het speelt wel mee, hè. Het is wel een factor, toch? Ja, misschien wel. Misschien ja. mag het inderdaad niet zoveel invloed hebben, maar het is wel sowieso een factor, denk ik. Ja. Ja, sowieso. Ik denk dat te veel... ploegen te lang gedacht hebben, iemand anders gaat die reeks van Union wel stoppen. En elke keer als Union verloren is, wat nog niet zo heel veel gebeurd is, dan hebben we ook gedacht van oké, nu stopt die reeks. Ja. En de volgende match stonden die er opnieuw en wonnen ik die dacht weer. Het bij OHL. Dat ze verloren dat dacht ik ook. Thuis 1-3 verliezen van Leuven. Toen dacht ik, zit er misschien een klein diepje aan te komen. Maar dan de volgende week... Maken ze dat weer helemaal goed. En als je dan ziet dat die nu 0-2 achter staan tegen Cercle en... Wel met een beetje geluk ook. Laatste goal. Maar Cercle speelt goed, hoor. Cercle speelt super sterk de laatste tijd. Ook mooi voetbal. Ja, zeker. Ze staan veel te laag voor wat... Maar ze beginnen een beetje op te klimmen, hè. Maar terecht. Ik had ze zien spelen tegen STVV ook. Op STVV, wat niet zo makkelijk is met dat kunstgras, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Maar die gasten die lagen er totaal niet onder, hoor. Die speelden echt een vrij verdienstelijke wedstrijd. Ja, je hebt die Matondo razendsnel en toch echt wel een talent. Ja, als je naar Schalke 04 komt, ja. Dan toch gelijk gekregen door Van der Hagen te ontslaan, uiteindelijk, of niet? Is dit al de hand van de nieuwe trainer? Of is hij toch ook nog Van der Hagen? Van der Hagen, excuseer. Ik vind dat moeilijk. Ik denk dat vooral de spelers zelf zijn. Ja. Ik vind ook gewoon dat voetbal vaak te veel aan de trainers gelinkt worden. Als in... Dat is ook een reden waarom dan die soms zo rap ontslagen worden. Er zijn mensen die Kompany al willen ontslaan, hè, tot nu toe. Als in... Maar op dit moment... Nu toch niet meer. Nee, nu voor niet, de reeks. Maar zo, voor die mooie reeks misschien. Misschien 2 maanden geleden of zoiets. Allee, Het zijn de spelers vooral die het moeten doen. Hè. Ja, de tactische kant is wel van de trainer, maar de spelers moeten het juist uitvoeren. Is de trainer nog te vaak kop van Jut? Ja, vind ik van wel. Goh, ja, ik weet het niet. Maar het is makkelijker ook, hè. Want dat is één persoon. En... Soms kan dat wel zorgen voor een shock-effect, denk ik dan. Niet? Ja, ik vond het feit dat ze Durie hadden ontslaan ook niet echt...
Ja, dat vond ik zielig eigenlijk. Allee, die man heeft zijn leven gegeven voor Zulte Waregem. Ja, maar het ging toch echt niet zo goed dit seizoen, hè, met Zulte Waregem. Nee, maar... Ja, oké, maar gun hem dan... Ze waren echt aan het flirten met degradatie. Ze stonden op een degradatie. Maar dat is toch ook niet de eerste keer, terwijl dat Jury trainer is bij Waregem, dat dat gebeurt. Als een... Ik denk ook niet dat ze daarom volgend seizoen geen kans zouden gehad hebben, want ik denk niet dat Waregem gaat degraderen dit seizoen. Nee, Serain en Beerschot. Serain en Beerschot, of Beerschot. Dus... Allee, ik zou hem nog zeker het seizoen laten uit, toen hebben we gezegd. Ik ga misschien iets raars zeggen, maar ik vind een van de slechtst voetballende ploegen op dit moment in ons land Standaard. Ja. Camille, ik ben het niet eens. Gek, ja, ik ook. Amai, ik dus, wat? Standaard heeft ook een enorme identiteitscrisis, precies. Ja. Hè. Vroeger stonden ze voor veel strijd, toch ook attractief voetbal, excuseer. En ja, dat is nu toch helemaal weg. Dat is een beetje gelijk Anderlecht een paar jaar geleden, vorig jaar. Maar het is ook niet alleen dit jaar. Hè. Dus vorig jaar vond ik het ook al... Maar het was niet zo erg als bij Standaard op dit moment. Ja, ze hebben ook een nieuwe coach Standaard nu. Standaard zit diep, hè. Standaard ze hebben een nieuwe coach nu. Ik vind dat wel geen slechte trainer. Nee. Allee, die heeft bij Kortrijk wel een mooi parcours neergezet, al was het niet super lang. Ja. Kan hij het oplossen? Of is er echt ook gewoon te weinig kwaliteit bij Standaard? Ja, Elsner. Ja. Standaard heeft toch potentieel, kom op. Maar ja, tuurlijk, het is en blijft Standaard, hè. Maar ik denk dat ze een baaieleien aan de deur hebben. Maar ik denk dat die spelers een baaieleien aan de deur hebben gezet. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Dat in de kleedkamer wat rommelde. Ja. Dus ik denk dat in het begin van het seizoen al helemaal fout is gelopen en dat tot op dit moment eigenlijk nog niet opgelost is. Want als in op een bepaald... tegen Antwerpen ook, die match wel gewonnen... Maar alleen op een bepaald moment, zelf met een man minder, was dat echt, echt niet goed. Gewoon niet goed. En ja, ik weet niet op welke manier dat ze dat gaan oplossen daar. Dat vraag ik mij ook af. Denk dat het nog kan, dit seizoen. Dit seizoen niet meer, denk ik. Ja, een seizoen is verloren. Ja, wanneer? Nu, pas op. Zitten ze nog in de beker? Ja, tegen Gent. Ah ja, woensdag. Ja, stel je voor dat ze de beker winnen. Ze hebben nogal eens zo'n seizoen gehad dat het... in de competitie iets minder liep en dan wonnen ze wel de beker. En dan was dus hun seizoen zo gezegd gered. Dan vergeten ze dat, ja. Dan vergeet je de reguliere competitie al iets sneller. Ja, als je dan achtste wordt, ja, je hebt de beker gewonnen, dan maak je hebt een beker, dat. Want in de competitie kunnen ze die toch niet meer rechttrekken, denk ik. Nee, zeker. Misschien play-off 2 winnen. Nee. Als, als ploegen als Mechelen of zo in play-off. Als Mechelen en Charleroi in play-off 2 zitten... Dat is niet makkelijk. Nee, dan lijkt het mij ook niet mogelijk. Nee. We zijn hier over crisisploegen aan het praten. Ja. Over een crisisploeg gepraat. Dat is wel gesproken. Leuk, lachen met onder zijn miserie. Genk. Oh ja. Genk, zijn die ja. nu een stijgende lijn aan het gaan? Denk ik denk wel dat Stork zijn basiselftal gevonden heeft. Mm-hmm. Dat hij een bepaald idee in zijn hoofd heeft. En dat de spelers ook wel stilaan zijn idee aan het opnemen zijn. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het alleen maar in stijgende lijn kan gaan. Ik vind dat wel een goede trainer, Stork. Ja, sowieso. Dat heeft hij ook al sowieso. Bewezen bij Moes Kroen en Cerkelen, denk ik. Ja. Maar ik denk niet dat ze play-off 1 gaan halen, of Champions play-offs. Nee, dat denk ik niet. Lastig. Ik heb dan ook Genk nog in die play-off 2, dus het gaat wel een mooie play-off 2 worden. maar het gaat de moeite zijn om te kijken, sowieso, tuurlijk. Sowieso een Gent, Anderlecht of Mechelen. En één van die ploegen gaat daar ook... Allee, twee van die ploegen gaan daarbij zitten, hè, sowieso. In play-off 2. Ah ja, Gent, Antwerp, Anderlecht, Charleroi of Mechelen. Drie daarvan zitten nog in play-off 2. Ja. Mm-hmm. Dus je rekent Anderlecht al in play-off 1? Nee. Anderlecht. Ah ja, Anderlecht, oké. Okay. De enige ploegen die ik in play-off 1 reken op dit moment zijn Brugge en Union. Ja. Terecht, hè. Ik denk toch ook nog Antwerp. Ik reken Antwerp daar toch ook al bij. Maar vind je die zo goed spelen? Nee, Antwerp? Maar die hebben echt enorm veel kwaliteit. Ja, dat wel. Die hebben een hele ruime kern. Als je ziet wie dat er allemaal op de bank kan zitten. Ja, als Samatta al op de bank kan zitten. En Nainggolan in vorm is. En nu, Benson vind ik echt een van de meest geweldige spelers altijd, in de competities. Ja, echt zelfs. Ja. Dat is echt een hele goede speler. En als Balikwisha zich ook gaat ontwikkelen, denk ik wel dat hij echt veel kwaliteit hebben. Maar ik snap wat dat je bedoelt.
hun voetbal is niet echt om over naar huis te spreken. Ja, ik vind dat soms, ik vind dat soms wel een heel beangstige ploeg om naar te kijken. Een beetje frustratie. Maar ja, maar dat is wel... die hebben bikkels hoor. Hè. Ja, en ook ja. Het feit dat Raja op het veld staat, is toch wel leuk om naar te kijken. Dat is echt om even op, ik vind het toch wel leuk. Om even op Raja in te pikken. Ja. Brisken heeft hem naar de kant gehaald. Ja. En Raja was daar niet zo tevreden mee. En zijn invaller heeft dan gescoord. En Brisken gebruikte dat dan om een statement te maken van Raja of niet... Want hij zat helemaal niet in de match. Hè. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben opgevangen van die match, maar zijn passes kwamen niet aan. Ook tegen Standaar vorige week liep hij echt heel gefrustreerd rond. Het feit is, hij moet maar één keer buiten de 16 uithalen. Ja, tegen Eupen heeft hij ook weer... Man, dus... Die goals tegen Eupen. Ja. Wat? Allemaal wereldgoals. Allemaal. Maar dan waren we op aan het wachten, hè? Op die goals. Ja. Die gingen er komen, dat wist iedereen. Maar, en ook van Eupen zelf, hè. Van die Keita. Ja. Dat was zo'n streep. En ook gedurfd, hè, want ik denk dat er een speler is van Antwerpen op dat moment die echt naar die bal wilt gaan. En dat hij zoiets heeft van, nee, ik ga er hier toch een lel op geven. Pet. Ja. Vol in de rechterkruising. Even nog een keer terug. Op Nainggolan. Denkt Gulder dat hij momenteel op 100% speelt of niet? Fysiek zie je dat hij nog niet 100% is. Want in Italië heeft hij wel al bewezen dat hij 90 minuten aan kan. Tegen Standaar zag je bijvoorbeeld dat hij fysiek helemaal niet meer mee kon. En de coach heeft hem dan laten staan. En ik denk, als je hem vervangt rond de 60ste minuut... Maar ze hebben hem uiteindelijk toch wel gewisseld. Hè, ja, maar ik denk, ik vind persoonlijk iets te laat. Het was duidelijk dat hij niet meer kon belopen. Het is een beetje gelijk Bezos, hè. Nainggolan. Ik kan 60 minuten goed spelen en dan daarna is het pijp is uit. En dan... Ik denk ook bij Nainggolan dat het probleem misschien is dat hij de competitie een soort van onderschat of zoiets. Of misschien dat heeft hij al zelf toegegeven, hè. Ja. Dat hij het onderschat heeft en dat het echt wel een sterke competitie is, ook fysiek. Ah, maar ja, maar dan nog misschien nog altijd. Want, allee, we weten allemaal dat Nainggolan wel een redelijk groot ego, gezond zelfvertrouwen heeft. Gezond zelfvertrouwen. Dus ja, misschien schat hij hem zelf ook gewoon nog te hoog in. Of, dan denkt hij soms misschien, het zal hier wel gemakkelijk gaan vandaag. Het zal wel meevallen, want ik ben Nainggolan. Het is maar tegen Eupen, of het is maar tegen, met alle respect, Eupen en, of Sulten of zo. Ja. Tja, kijk. Ja, Antwerpen heeft toch wel... enorm veel kwaliteit. Ja. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Zelf voetballend vind ik die echt niet zo slecht. Ik vind dat ook wel... ook op de derde plaats, hè, dus voor een reden. Ja. Maar Antwerpen... Ze staan ook op maar 3 punten van eruit te vallen. Dus ja, ik vind het lastig om te zeggen dat je nu al Antwerpen 100% erbij rekent. Ja, puur op hun kwaliteiten gezien. Ja, dat wel. Ja. Misschien dan wel. Ja, ja. Maar misschien kijken we nu nog al te veel naar puur op die kwaliteiten. Want in het voetbal kan het snel keren en kan er wel snel van alles gebeuren. We kunnen wel een voorspelling maken en tegen dat we een podcast doen, als we het weten. Om te kijken wie. Oké, dat is een goed idee. Ik zal beginnen. Okay. Ik denk Union, Club, Antwerp en Anderlecht. Oké. Union, Brugge, ik denk Anderlecht-Gent. Het is Antwerp eruit. Antwerp eruit. Amai. Wel, ik hoop hetzelfde. Maar kijk, we moeten wel risico's nemen. Hè? Ik ga een risicootje nemen. Nee. Union, Brugge, Anderlecht en Mechelen. Oké. Okay. Maar ik vind Mechelen ook wel echt een goede ploeg. Het is ik vind ook wel een goede ploeg. Maar... Alles kan. Ja, alles kan. Die thuis tegen topclubs, zijn die goed? Heel goed. Brugge gewonnen, gelijk gespeeld denk ik tegen... Ah nee, Anderlecht moet nog naar Mechelen. Of hebben jullie gelijk gespeeld? We hebben 7-2 gewonnen tegen Mechelen. Maar thuis, maar op Mechelen. Dat moeten we nog doen, denk ik, toch? Op Mechelen. We moeten nog naar Mechelen. Nee, tegen topclubs maakt Mechelen thuis altijd super lastig. Dus op Mechelen gaan spelen voor grote ploegen is heel lastig, denk ik. Maar ja, en dan verliezen die thuis tegen... Pak weg met alle respect. Ja, een Zulte Waregem, een Cercle, een Eupen. En op die manier laten die toch domme punten liggen. Dus... Maar dat kan iedere ploeg wel ook overkomen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ik ga Union, Brugge en mijn supporters hard laten spreken. En allemaal Gent. En wij speelden het ook mee. En toch,
Antwerp erin zetten. Antwerp, oké. Okay. Anderlecht niet... eruit. Dus niet ja. Anderlecht. Nee, geen Anderlecht. We hebben gewoon niet hetzelfde dan mee, denk ik. Ja, inderdaad. Maar oké, nog even terug naar die, naar die match Club Brugge-Anderlecht. Is het grootste werkpunt van Club Brugge die defensieve stabiliteit? Want ze krijgen toch wel echt heel veel doelpunten tegen hè, dit seizoen. Ik denk dat ze er tot nu toe al meer hebben tegengehad dan in de hele competitie vorig jaar. Ja, ze krijgen er veel tegen. Hè. Maar ik vind ook niet dat dat echt super hard opvalt of zo. Als je naar die matchen kijkt van Brugge gelijk. Ik kijk nu naar Brugge en ik kan nu niet zeggen dat ik die verdediging speciaal slecht vond spelen of zo. Maar ja, de cijfers zijn er wel natuurlijk. Maar Mignolet maakt ook foutjes. Ja, Mignolet gaat... veel minder. Ja, dat vind ik heel opvallend. Het grootste verschil, maar inderdaad, vorig jaar is dat Mignolet nu minder sterk is dan een jaar geleden. Mignolet pakte ook punten voor Brugge. Ja, natuurlijk. En nu is het pas op. Ook nog wel op sommige matchen. Maar Raman zijn kopbal daar, als die erin zat. En ook op Genk, de beker, in de beker. Hij komt soms zo nog met flitsen van zo zijn Liverpool-dagen precies, maar... het is nog steeds Mignolet. Maar op dat niveau zit hij niet, hoor, nu. Het is dit seizoen de 14e match op 29, waarin Club Brugge 2 of meer doelpunten incasseert. Jezus. Dat is echt zot, eigenlijk, om over na te denken. Dat is bijna de helft van de matchen tot nu toe dat ze 2 of meer goals hebben tegengehaald. Niet denken, hè, eigenlijk. Goed, serieus. Nee. Als iemand dat u dat nu zo zegt, allez, dat is toch een shock. Maar en toch tweede staan, ik vind dat... Ze scoren ook natuurlijk wel heel veel. Scoren, kunnen we niet omheen draaien. Om dan iets door te gaan op dat aanvallend compartiment. Worden wedstrijden van Club Brugge te vaak beslist door individuele flitsen? Van een Van Aken, van een Lang, van een De Ketelaren? Zijn ze minder een ploeg als vorig seizoen en het seizoen daarvoor? Ik denk dat je in de match tegen Anderlecht wel gezien hebt dat die doelpunten wel komen dankzij hun, hun talent en wat dat die jongens kunnen. Zo, allee, ik bedoel, die eerste goal al, goed afgewerkt van De Ketelaren. Een fantastische pas van Lang. Dus ja. Maar die van Aken was slecht verdedigd. Die goal van Aken was ook slecht verdedigd, hè, op de corners. Ja, ja dat snap ik niet. Dat je dan... Ik weet niet, het is in de 85e minuut en dan je hebt je zoneverdediging. Uh-huh. Maar je weet, als je weet, iemand zoals Van Aken, die goed kan koppen, als ik goed ben, ik zet me daarbij en ik laat die niet los, dan zou ik toch misschien eerder mandekking op Van Haken zetten maar bij een hoekschop. Maar we zijn Anderlecht. Ja, dat snap ik dan niet. 85ste minuut en ze maakten die 1-2 en ik wist gewoon, ja, het gaat nog 2-2 worden. Iedereen wist dat. Iedereen. En ik denk, goed dat ook net gescoord volgens mij. Niet zo, het was echt niet lang geleden. 5 minuten daarna of zoiets. Dus ja, misschien een beetje concentratieverlies, maar eigenlijk moet je... Dat heeft Anderlecht vaak, concentratieverlies. Ja, maar ik en Bryce hadden het ook in de groepschat gestuurd, want Jordi was een beetje boos dat hij in 2 was. Ik en Bryce hadden het in de groepschat gestuurd van ja, maar Jordi, het komt goed, het wordt 2-2. En letterlijk 10 seconden daarna gebeurt het. Je kunt echt gewoon beginnen verwachten om een duur van Anderlecht als het nog weg gaat geven. Minder dan vorig seizoen wel. Ja, dat denk ik ook wel. We kunnen een match wel meer doodmaken dan vorig seizoen, maar soms is het toch nog... Vorig seizoen hadden ze daar precies zelfs schrik voor. Om een duur is dat een trauma geworden. Hè. Dat is... veel doelpunten. Jullie hebben vorig seizoen veel doelpunten tegengekregen in de laatste minuten. Heel veel doelpunten. Super. Extreem veel. Hè? Dat was echt een euvel. En zelfs een thema van dit Anderlecht komt op voorsprong, maar dan geven ze het altijd nog weg in de laatste minuten. Maar als je ook gaat denken van, ah ja, we gaan er toch wel nog één binnenkrijgen in de laatste minuten, dan gaat je hem ook binnenkrijgen. Maar dat is het probleem. Om een duur wordt dat een mentaal iets. Hè. Die spelers denken dat zelf ook, denk ik, om een duur. Het is bijna januari. Dat wil zeggen dat het bijna gouden schoen is. Kan Hans Van Aken zijn derde gouden schoen winnen? Ik wil verandering zien. Nee, waarom Van Aken? Ik denk wel dat hij zijn cijfers... Zou je het eerder aan Van Aken geven dan aan Lang? Ik persoonlijk, maar dat is een vraag die mij was toegestuurd. Ah ja. Door een van de fans, die toch vindt dat Van Aken... Het meer verdient dan Lang. Niet het meer verdient, maar... Dat was zijn vraag. Verdient hij zijn derde? En welke andere namen? Ook misschien... Geen Club Brugge-speler. Ja. Nee, maar dat het een Brugge-speler gaat worden... Lijkt me wel vrij duidelijk. Maar ik denk, als Genk dit seizoen het niet zo slecht had gedaan als dat ze op dit moment aan het doen zijn, dat... niemand raar had opgekeken als je het aan Onuachu of Ito had gegeven. Nee, of zo. Het Onuachu-effect vind ik een beetje weg. Ja, natuurlijk. Ja, het is weg. Het is zeker wel. Helemaal weg. Ja. Europees ook, hij wou hem bewijzen tegen West Ham. Maar ik denk dat hij weg wou. Hij wou naar het buitenland. Tuurlijk, dat zag je zo hard. Ook die match tegen West Ham was voor hem waarschijnlijk
een match waarvan hij dacht, hier ga ik mij bewijzen aan ja, de buitenlandse competities. En hij was daar echt enorm slecht. Ja, ja echt. Ja, ja. Echt triest, hij raakte geen bal. Hè. Ja. En ook gewoon kansen dat hij die vorig jaar altijd zou scoren. Op de meest onbegrijpelijke manieren gemist. Ja, dat is. Arme Paul. Nee, maar dat is toch geen kandidaat volgens jullie voor. Nee, ik denk ook niet meer. Nee. Maar misschien in de eerste stemronde dat hij wel nog wat punten. Ja, ja maar daarna. Nee. Ik ga een andere naam op tafel leggen. Oké. Tissou Dali. Ja, vorig Stop. Seizoen te weinig. Ik denk ook te weinig. Te vroeg. De tweede stemronde gaat hij wel wat punten. Maar op basis. Prijs lacht met de naam Tissou Dali, dames en heren. Maar kijk, we hebben nog niet veel over Gent gepraat, dus ik vind dat we het nu mogen maar aanhalen. Maar als in... Ja, ik vind dat... Als in... Nee, tuurlijk. Wacht. Laten we... ik ben er niet van overtuigd dat hij de gouden schoen gaat winnen. Tuurlijk en niet. Ik zou dat ook heel raar vinden als die dat zou winnen. Maar ik vind dat wel een speler dat als Gent dit seizoen een goed seizoen zou spelen, dat het wel dankzij Tissou Dali zou zijn. En dat je dan kunt zeggen... Maar ze misten één soort speler en die hebben ze nu, denk ik, wat hij allemaal aan het doen is, wel gevonden, maar... Maar bijvoorbeeld, dus, ja. stel Tissou Dali speelt bij Brugge. Ja. Speelde bij Brugge vorig seizoen. Dan wint hij toch wel gewoon de gouden schoen. Op het niveau dat hij nu speelt. En hij speelde bij Brugge toen. Dan is dat toch een automatische gouden schoen. Ja. Dat is waar. Die speelt elke match. Ja. Super consistent. Hij werkt zo goed als alles af. Ja, nu wel. Hij is consistent. Ja, deze wedstrijd... Hij heeft nu inderdaad 3-4 wedstrijden op een rij heel goed gespeeld. Maar nu net tegen STVV was het wat minder. Maar hij scoort wel weer. Hij scoort wel weer. Dat is mijn punt, ja. Hij blijft het doen. En dat wat hij in het begin van het seizoen heel hard miste, iets waar we in het begin van de aflevering ook hebben gepraat, die afwerking, begint er meer en meer door te komen, vind ik. Dus om even op helemaal het begin terug te komen, ik denk effectief dat je kunt werken aan afwerking. Ik denk dat ook. Ja, sowieso toch. Ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn die dat wel duidelijk maken dat je daar aan kunt werken. Niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland. Ja, tuurlijk. Oké, maar dan zullen we misschien even doorgaan op Gent. Het zit dus goed in elkaar. Van Azenbroek heeft terug. Zien jullie vergelijkingen met het Gent van onder Van Azenbroek en Van Azenbroek zijn eerste periode? Of is dat nog... Het is een ander systeem. Ja. Het is een ander systeem. We hebben in 2015 heel hard op die lange ballen gespeeld. Verwisselen van kant en op die manier scoren. Maar nu... Verdedigend staat het nu ijzersterk, waarin dat we... 6 jaar geleden, 7 jaar geleden. De verdediging was toen niet goed, hè? Aanvallend heel goed waren. Ja. Allee, ijzersterk eigenlijk gewoon, ja, we zijn kampioen geworden. Speel 1 seizoen kampioen en dat hoort genoeg voor 6 jaar aan een stuk. Dat is verschrikkelijk. We zijn Raman wel dankbaar. We zijn Raman heel dankbaar. Ja, het was hij dat op Brugge. 3-2 scoren, oh mooi. Ik kon niet meer toen. Benito. Oh. En Gent is ook de enige ploeg die nog Europees speelt. Oké, het is misschien maar een Conference League, maar toch. Maar wat is jullie mening? Hoe ver kunnen ze daar geraken? Ja? Als we halve finale halen, dan hebben we ons ticket terug voor de Champions League. Dat is waar. Halve finale. Maar ik denk, mijn persoonlijke gok, ik denk dat we de kwartfinales gaan halen. Als je geluk hebt in de volgende ronde... Maar nu loten ze iemand die... De... Ah, wel, dus nu is er nog een ronde tussen de ploegen uit die tweede zijn geworden en van de Europa League. Maar als je dan tegen een ploeg komt die als in tegen een Michieland of zo, dan vind ik wel dat je de kwartfinale zomaar. Maar als je tegen een Leicester komt, dan. Of Vitesse. Ja. Napoli. Maar hij wil er graag. Dat is Europa League. Ik wil gewoon dat jij tegen Vitesse uitkomt. Ja, Tottenham. Tottenham mag niet meer spelen. Zielig eigenlijk. Maar ja. Is dat door een corona gevallen? Te veel corona gevallen. Forfait moeten geven voor die wedstrijd en dan heeft Rennes 3-0 overwinning gekregen. En daardoor gaat Vitesse ook door. Ja. Dus Vitesse mag naar de volgende ronde. Een club als Tottenham zit daar toch ook niks te doen? Toch? Maar ja, bedoel, als in, dat gaat heel raar klinken nu, maar uiteraard, als in, dat is een potentiële ploeg die meedoet voor de eindwinst, die direct op zo'n manier eruit valt. Ja. En ik denk dat als een ploeg als Gent, want uiteraard, ik denk niet dat Gent de Conference League gaat winnen. We hopen het wel. Maar ik denk dat je er liever uitvliegt tegen Tottenham dan tegen Basel. Maar ja, ook, het ding is nu ook wel, wat je ook niet mag vergeten, er komen Europa League ploegen bij, hè, nog. Ja. Want jullie zijn nu alleen. Ja, ja. En Marseille, PSV. Er komen nog grote ploegen PSV, bij. Ja. PSV. Om eerlijk te Leicester. Zijn. Leicester. Leicester is wel...
GV... En speelt Barcelona niet tegen Napoli? Dus ja, één van de twee komt toch naar de Conference League dan? Ja. Nee, ik denk dat de ploeg... Nu nog? Ik denk dat de ploeg die die wedstrijd verliest gewoon uitgeschakeld wordt. Ja, gewoon Europees uitgeschakeld. Ja, die zijn uitgeschakeld. En Barcelona in de Conference League. Dat is iets voor volgend jaar. Maar ik vind het nu al raar om die in de Europa League te zien. Ja. Dat past zo gelijk. Die hebben speciaal voor de Europa League een Europa League truitje gemaakt. Wie, Barça? Ja, dat is echt? Toch... Ik denk dat als supporter, dat is toch een smet op u. Dat is pijnlijk. Ja, dat is kei pijnlijk. Maar het is wel hun enigste ticket naar Champions League spelen. Hè, ja, als je de Europa League wint. Dat gaan het niet doen. Op zich is dat wel een goede opmerking. Ja, want in de competitie gaat het toch heel nipt worden, denk ik. Maar, ik weet zelfs niet of dat het gaat lukken. Alhoewel, het is nu wel nog lang. En hoeveel punten is die kloof al? Ja, al ik weet het niet van buiten. 15 punten op de eerste of zo. Maar wat is Xavi eigenlijk allemaal aan het doen in Barcelona? Maar, het is dat ik net ging zeggen. Denk je niet dat Xavi vooral bezig is met wat meer jongeren de kans te geven om te spelen? Als ze het zelf niet doorhebben dat ze wel een verloren seizoen is... Ik vind het een beetje een vergelijkbaar verhaal met Kompany in Anderlecht. Een beetje een Kompany-complex. Maar ik denk, binnen een paar jaar komt dat zeker goed als je kijkt wat voor talent dat er allemaal rondloopt. Dat kan niet anders. Maar ik denk, dat gaat wel nog 2-3 jaar duren. En die geldproblemen, gaat daar niks... Ik denk dat het toch wel invloed kan hebben. Komt wel goed. Denk ik. Nee, ik bedoel... Uiteindelijk komt het goed. Ja, uiteraard wel. Maar als je ziet met wat voor ploeg dat die start, met de jongens die spelen... Dat is raar, hè? Dat is zot. En ik denk dat ook iedereen daar op dit moment weg mag van de ploeg van wie dat er was onder Koeman. Maar ja, in principe, er zijn wel veel spelers dat ze ook weg moeten doen in principe. Het doet pijn in mijn hart om deze te zeggen, maar Umtiti bijvoorbeeld, voor wat gebruiken ze die nog? Dat is toch waar? Dat is geld. Die kun je even goed verkopen, Langley kun je even goed verkopen. Dat zijn allemaal Sergi Roberto. Dat zijn allemaal spelers dat je kunt verkopen en dan... En nu betere spelers kunnen investeren. Dus. Vorige week had ik gelezen dat ze Haaland willen kopen. Hè? Barcelona. Op Sporza. Maar alleen niemand kan toch tippen aan Luc de Jong? Maar dat is toch een rare spits voor Barcelona? Niet? Ik vind het wel cool. Maar Haaland is het talent. Dus als Barcelona moet je altijd proberen. Maar waarom niet Aubameyang? Aubameyang, die nog een jaar weg. Maar nee, die gaat weg. Hè. Dat is... Sorry, maar dat zie ik niet meer goed komen. En ik denk ook niet dat hij zo duur staat. Dat is een klassespits in principe. Die kan wel meedraaien in een goed draaiende ploeg. Dus. Ja, ik vind hem wel een rare speler voor Barcelona. Of ben ik nee, ik zie... Ik maar zie Haaland ook. Het scoort wel makkelijk. Hè? Dan vind ik Aubameyang zijn profiel dichter bij Barcelona aanleunen dan Haaland zijn profiel. Dat vind ik ook. Ik heb ook gelezen dat Barcelona... ze gaan hun stadion helemaal opnieuw renoveren. Dat staat bijna op instorten. Maar dat is zo. Hoeveel kost het? 1,5 miljard? Ja, dat zal zoiets zijn. En dan ook nog eens Haaland kopen? Zaten die niet al... Zat het ook 1 miljard schulden al? Ja, zaten die niet onder in de schulden? Het transferbudget van Club Brugge is hoger dan dat van Barcelona. Barcelona heeft 90 miljoen euro transferbudget. Club Brugge en Brugge 95 miljoen. Wauw. Als je dat iemand 5 jaar geleden gezegd had... Die had dat toch nooit geloofd. Maar ja, nee, logisch niet. Binnen 5 jaar is het transferbudget van Brugge hoger dan dat van Barcelona. Wauw. Barcelona is diep gezakt, hoor. Ja. Maar misschien komt er wel ook een investeerder. Kan binnenkort. Ja. Uiteindelijk komt het wel goed. Ik wil nog één iets op tafel gooien, want we zijn ongeveer 1 uur bezig, denk ik. Ja. Eden Hazard. Aha. Hij heeft terug 90 minuten gespeeld en ik denk... Niet slecht. Dat die wel oké waren, hè? Ja, kan het nog bij Real voor hem? Nee. Nee? Nee. Dat is duidelijk. Dat is inderdaad heel duidelijk. Hij krijgt wel vertrouwen van de coach. Ancelotti heeft wel mijn lof naar hem gegooid. Inderdaad. Omdat hij moet, hè. Allee, Hazard is volgens mij de duurste transfer van Real Madrid. Of is het nog net Bale? Nee. Het was Hazard, toch? Ja, Hazard. Dus Hazard is de duurste transfer van Real. Dus je kunt die speler niet... Ook hoe slecht dat hij het ook doet, je moet daar altijd vertrouwen in blijven. Maar Hazard, gaat hij weg bij januari? En naar wat voor soort club dan? Ja, naar waar stuurt je Hazard? Newcastle. maar dan denk ik dat we ver kunnen afronden. We hebben alles zorgvuldig besproken. Als iedereen het daarmee eens is, of wil iemand nog iets aanhalen? Nuno wil nog iets kwijt, denk ik. Anderlecht kampioen. Dat knippen we eruit. ik, ik,
ik wil toch nog één iets aanhalen. Dat was een statement dat ik gezien heb. Ik weet niet of dat je er oké mee bent, maar ik vond dat een heel interessante statement van Gilles. Is het Ajax van nu beter of sterker dan het Ajax van 1819? Ik vond dat zo interessant. Ja, dat was inderdaad wel een hele interessante stelling. Dat is wel een moeilijke, hè. Ik denk dat het Ajax van toen toch nog iets sterker was. Talentvoller. Ja. Denk ik. Nu zijn ze matuurder door Tadic, die echt... Ik heb de match van Ajax tegen Feyenoord gezien dit weekend. In de Eredivisie vind ik ze nu niet super overtuigend. Maar dat is ook geen uitdaging, hè, voor hun. Nee, maar ja, ze staan wel tweede. Ze zijn keer op keer kampioen. Denk je niet ook dat die hun er vooral dit seizoen weer totaal aan het focussen zijn op de Champions League? Ja. Tegen wie moeten ze spelen? 18 gepakt. Benfica. Dat zou wel lukken dan, he? Normaal. Eerst was het Inter, maar daarna, door de loting, we willen allemaal weten, is het Benfica. Daar hebben we het vorige week over gehad. Ik denk dat het inderdaad heel moeilijk op dit moment nog is om te zeggen van dit Ajax is beter, want het Ajax van 1819 heeft op een seconde na de Champions League finale verspeeld. Maar, toen verdienden ze dat wel. Ja, tuurlijk wel. En ik vind dit Ajax echt prachtig om naar te kijken. Die scoren gigantisch veel. En die voetballen heel goed, maar het is gewoon nog... Het is nog te vroeg. Maar toen hadden ze wel het verrassingseffect in 1819. Van niemand had ooit verwacht dat ze tegen Real Madrid door gingen gaan. En Juventus. En die kopbal van de licht. Oh, mooi. Nee, maar nu denkt iedereen van, oh ja, het is het Ajax van toen. Ze gaan het weer doen. Ja. En dat zou wel iets kunnen tegenvallen, denk ik. En uiteraard, als ze er nu binnen twee rondes uit liggen, ervan uitgaand dat ze doorgaan tegen Benfica, dan... Niemand onthoudt dan nog dit Ajax. Hè. Ja, dat is waar. En dan blijf je bij het Ajax van 1819. Hè. Onderschat Yaremchuk wel niet. Hè. Bij welke spelers waren er toen wel die er nu niet zijn? Ziyech? Schöne? Die er nu niet zijn. Ja, de Ligt, Ziyech, Schöne, De Jong, Frenkie de Jong. Ah ja, man. Onana? Onana. Die is toch terug? Allee, die is nu toch wel... Dat is weg, hè, Onana. Hij mag toch. Hij gaat naar Inter. Hij is nog aan het spelen bij Ajax. Maar nee, Pasveer staat in de goal. Ja, Pasveer. En is niet af en toe zo Onana die nog gaat spelen? Ik denk niet dat hij nog minuten gaat maken. Nee, Onana gaat geen minuten meer. Blijft gewoon aan zeilen. Langs de zeilen. Maar ze hebben ook heel veel spelers nog gehouden. Ja, Tadic bijvoorbeeld. Die heeft nu een mooi record te pakken. Mazraoui. Die heeft dit kalenderjaar 37 assists gegeven. Ja. En dat is evenveel als Messi. Een nieuw record. Messi had er 36 in één kalenderjaar, dus hij heeft dat nu verbroken. Maar er was interesse van... wat was het nu weer al? Van Mazraoui? Voor Barcelona, denk ik ook. Ja. Dat er interesse was, maar ja. Dat was er ook voor de test. En voor moet je eerlijk zeggen... Dat is geflopt. Ja. En van ieder van Anthony? Oh, schitterende speler. Fantastisch. Dat is echt een schitterende speler. Zo gelijk een Neres-kloon. Is het Neres of Neres? Neres. Neres. David Neres. Maar dan moet het op zijn Braziliaans uitspreken. Neres. Oké, top. Nee, Anthony. Ja, schitterend. Die kan toch wel... Die kan voetballen, hè. Iets bereiken, denk ik. Ja. Heb je dat filmpje zien vorig jaar van Neres en Anthony samen bij de titelviering? Nee, die waren keibezopen. Dat was echt geweldig. Die stonden naast elkaar aan in een interview. Zo, Ajax. Zalig video. Oh. Maar allez, dus een voorspellingsje. Welke ronde? Ajax? Ja. Afhankelijk van... Dat dus Benfica, tegen Benfica gaan ze 100%... Ja, dus naar de kwartfinale gaan ze sowieso. En dan zal het ervan afhangen... Als je... Ik ga even de loting bijnemen. Nu spelen ze dus tegen Benfica. Dus ik ga even de ploegen overlopen die waarschijnlijk wel doorgaan zijn. Bayern München, Man City, Ajax, Chelsea, Atletico, Menu. Wie gaat er door? Menu. Atletico. Ja, dan laat ik dan even in het midden. Ja. Juventus, Liverpool en PSG of Real. PSG. Dus dat moet Ajax al sowieso tegen... Nee. Dat is een lastige discussie, maar... Real is goed, Real. Die spelen heel erg goed. Ja, gaat er sowieso wel een moeilijke loting volgen. Chelsea is misschien haalbaar, ik weet niet. Maar tegen een City of een Bayern München zie ik ze toch nog niet winnen. Ik denk dat ze tegen Chelsea wel iets kunnen. Zo. En tegen het Juventus van nu misschien ook wel. Een Atletico of een Juventus, dan. Ja. Ik denk toch dat ze er in de kwartfinale gaan uitgaan. De grote... kanshebbers zijn Bayern, City,
PSG of Real, hè? Toch? Ja. Ja, daar ben ik het ook mee. Dus je geeft de Champions League winnaar van vorig jaar geen kansen meer. En wie was... Ah, Chelsea. Ja, nee, ik geloof er minder in dan vorig jaar. Als Lukaku op topvorm komt, dan winnen die los de Champions League. Ja. Voilà, daarmee. Maar ik vind City de grootste kandidaat. Ik ga er eerlijk om zijn. Die zijn echt... City? Goed. Ja, City. Ja, ik denk ook City. Het wordt ook eens tijd dat City een Europese prijs wint. Het moet wel eens. En ik denk als PSG zijn dat het meer een team kan worden en meer een taken aanvallend. Want aanvallend is dat nog... Allee, de verdedigende taken van Messi, Mbappé en Neymar, die hem toch niet op top staan. Ik denk echt als PSG een team wordt, dat die niet te stoppen zijn volgens mij. Dus ik ga wel PSG erbij zetten nog steeds. Oké. Okay. Ja. Zullen we hier afronden? Ja, is goed. Dat is een goed plan. Oké. Bedankt, Xander, Nuno en Camille. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Langs de Zijlijn.